Hoi, verhalen zijn onderdeel van een cultuur. Of het nu een boek is, of een film, of een serie, of een liedje. Alles wat door mensen wordt gemaakt en weer door andere mensen wordt bekeken of beluisterd, is een vorm van cultuuroverdracht. En zo kun je dus kennis maken met andere culturen of met culturen van vroeger. Welke kinderboeken lazen je ouders? Welke films zijn er populair in India? En welke muziek luisteren jongeren in Japan? In het handboek van Kern heb je geleerd dat je geletterd moet zijn om mee te kunnen draaien in onze maatschappij. Aan de andere kant kun je met je geletterdheid dus kennis opdoen over een maatschappij. Zelfs als je die al denkt te kennen. In heel realistische boeken die zich afspelen in het hier en nu kun je bijvoorbeeld nieuwe dingen ontdekken over onze samenleving. Boeken die als het ware gaan over die ene jongen die je een keer in de bus hebt gezien of dat ene meisje dat je in de stad zag lopen. Kortom, jongens en meisjes van jouw leeftijd die net als jij op school zitten en die tegen dezelfde of juist heel andere problemen aanlopen. Deze boeken kunnen je blik op de wereld waarin je leeft vergroten en zo bieden ze verrassende inzichten over hoe die wereld in elkaar zit. Bijvoorbeeld Nederlandse boeken die zich afspelen in het hier en nu. Alaska van Anne Wolfs gaat over de twee brugklassen Sven en Parker met problemen die ze het liefst verborgen houden. De stoere grofgebekte Angel uit Drama Queen van Dirk Visser woont in een ruige buurt samen met haar moeder. Of Jim die professioneel voetballer wil worden uit Match van Buddy Tegenbos. De 14-jarige Anna uit Weg van Joey Smit die besluit weg te lopen. En de Surinaams-Nederlandse Sandra die als enige van haar buurt naar het gymnasium gaan in het gym van Karin Amatbukrim. Soms spelen verhalen zich niet tijdens de schooldagen af, maar gaan de personages op vakantie in binnen- of buitenland. Avontuurlijke boeken zoals Bizar van Sjoerd Kuiper, Eilanddagen van Gideon Samson, Tijgereiland van Daan Remmertse-Vries of het al wat oudere De Opdracht van Fodoroko van Ismene Krishnadat. Dit zijn iets andere vakanties dan dat ene kiekje voor de Eiffeltoren of in de zon liggen op het strand. Mocht je nu klaar zijn met die Hollandse personages, dan kun je natuurlijk ook kijken bij leeftijdsgenootjes in andere landen. Drie geweldige boeken waarin hoofdpersonages met een geheim rondlopen zijn Het ongemakkelijke dagboek van Henry Carl Larsen van Susan Nielsen, een lied dat alleen ik kan horen van Barry Jonsberg of Charlie en ik van Mark Lowery. Verhalen die je vol verbazing en met ingehouden adem zult lezen. Soms kun je in een boek ook leren hoe anderen tegen onze cultuur aankijken, bijvoorbeeld wanneer personages op bezoek komen in Nederland. Een bekend boek is Een Weefout in onze sterren van John Green, waarin de zieke Hazel, een Amerikaans meisje, door haar vriend Gus wordt meegenomen naar Amsterdam om daar haar favoriete schrijver op te zoeken. Het laat zien dat een beeld van een andere cultuur ook behoorlijk kan tegenvallen. Maar deze boeken doen dat ongetwijfeld niet.